Maar dat is zo gelijk een gevoel van verbondenheid. Als er mensen in de shit zitten, of zo, dan zijn er altijd mensen van de Mississippi die elkaar gaan helpen. De zaken die gebeurden rond blues, die blues jams, de boogieville, werd dan ook snel duidelijk om een bluescafé, want dat was er niet. Er was nog altijd geen bluescafé. En dan plots was er die mogelijkheid van ja, laat ons kijken om een bluesclub in Gent op te bouwen. En Marie en Jelle, ja, die hebben zich daarvoor geëngageerd. Die zijn er al begonnen, die hebben het risico genomen, maar ze konden natuurlijk rekenen op ons ook.